accountantskantoren hebben het hartstikke druk nu. Ze schieten ondernemers te hulp bij het invullen van alle papierwerk om in aanmerking te komen voor de verschillende regelingen. Aan de lijn hebben we Richard Michielsen van accountantskantoor RM in Emmeloord. Meneer Michielsen, u heeft het heel druk. Hoe druk is dat? Ja, hoe druk is dat? We hebben met gewoon al onze ondernemers hebben contact. En we zorgen gewoon dat we proberen de regelingen die de overheid beschikbaar stelt zo goed mogelijk in te vullen voor iedereen. Ja, kunt u misschien nog kort uitleggen welke regelingen er op dit moment zijn en voor wie ze dan bedoeld zijn? Ze hebben op dit moment drie verschillende regelingen. De TOZO-regeling. De TOZO-regeling is een regeling voor de ZZP'ers die op dit moment hun inkomen zien wegvallen. Die kunnen dat aanvragen bij het zelfstandig loket in Flevoland. Dan heb je de TOX-regeling. Dat is de broodfondsregeling, zeg maar. Die is €4.000 voor degene die echt hebben moeten sluiten. Hun kantoor of waarvan... De verbinding is... Dat is teruggedraaid is. Mm-hmm. Sorry? Nou, de verbinding verbrak even. U was bij de TOX. Bij een soort broodfonds. Ja, toch is een, ja, de €4.000 die staatssecretaris Wiebes heeft aangeboden aan iedereen. Deze regeling is voor de bedrijven die onder andere de horeca en de kapperszaken en de schoonheidsspecialisten die hun zaak moesten sluiten. Mm-hmm. Daarnaast hebben ze hem iets ruimer opgesteld voor vooral de DTI'sten die dus eigenlijk hun omzet van 80-90% zien wegvallen. Goed, dan wil een ondernemer een beroep doen op zo'n regeling. Het aanvragen daarvan, is dat makkelijk? Als de systemen het doen wel. Dat is dus niet altijd het geval. Er is gewoon heel veel vraag naar. Zoals we ook gezegd hebben, een paar weken geleden waren er al 80.000 mensen die arbeidstijdverkortingen aanvroegen. Ja. En die dat in één dag, terwijl er zo'n regeling uitbestemd is voor 300 aanvragen op jaarbasis. De capaciteit is gewoon te klein. Dus daar heeft het eigenlijk mee te maken dat al die lijnen, die computers kunnen dat allemaal niet aan eigenlijk, al die aanvragen. Nee. Er zijn te veel vragen in één keer, waardoor de systemen overbelast zijn. Want je hoort inderdaad ook wel gemopper onder ondernemers van ik kom er niet door. Hoe zijn uw klanten eronder? Mijn klanten, afwachten. Je kunt niet anders. Ja, nou zitten ze natuurlijk snel zonder geld. Hoe lang is, denkt u, de wachttijd voordat je wat op je bankrekening gestort krijgt? Men heeft toegezegd dat er binnen nu en twee weken geld komt. Ja, dus laten we daar maar van uitgaan. Ja, u zegt het een beetje alsof u er niet heel veel vertrouwen in heeft. Nou ja, je weet het nooit. Ze doen met z'n allen ontiegelijk hun best om alles geregeld te krijgen. Sommige dingen gaan gewoon langzaam. Ja, daar doe je niks aan. Nou is het wel zo dat je eigenlijk niet zoveel hoeft te bewijzen om in van die regelingen gebruik te maken. Denkt u dat er nou ook misbruik zal gemaakt worden van die regelingen? Ik hoop het niet. Allicht zullen er altijd wel een aantal zijn die zeggen van... Hey, ik kan het heel makkelijk aanvragen, ik vraag het gewoon aan en we zien wel. Ja. Ja. Door welke categorie ondernemers wordt u vooral ingeschakeld? Onze klantenportefeuille is vooral een MKB-praktijk. Wij worden op dit moment vooral ingeschakeld door de horecasector en de middenstand. Die horecasector die heeft het natuurlijk heel erg moeilijk, want die zijn gewoon allemaal gesloten op dit moment. Hè. Ze kunnen in ieder geval geen klanten ontvangen. Wat doen ze? Onderhoud plegen, schoonmaken en andere vernuftige ideeën ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een paasbrunch. Wat een aantal hier dus in de polder gedaan hebben, of een bezorgservice of wat dan ook. Ja, maar hoezo een paasbrunch? Doordat het toen een klein beetje om het binnenkomt. Maar een paasbrunch, hoe moet ik me dat voorstellen in deze tijd? Dat ze dus gewoon in een doos of een pakket een maaltijd klaarmaken. Die bestel je gewoon. Kunnen ophalen of die worden gewoon thuisgebracht. Ja, ja. Ja. Nou horen we ook dat sommige sectoren niet altijd in aanmerking komen voor die regelingen. Omdat ze dan bijvoorbeeld niet een juiste SBI-code hebben. Ja, ik weet niet eens wat het is, maar mensen hebben toch geen werk. Ja, wat moeten die mensen nu? Degene die denken dat ze wel voor een aanmerking komen, kunnen bij het rvo.nl een formulier invullen en aangeven waarom zij denken dat ze er wel voor een aanmerking komen. En aangeven welke SBI-code ze hebben. De SBI-code staat geregistreerd op je Kamer van Koophandelnummer. Hopen maar dat de regering alsnog besluit om die SBI-code wel toe te voegen. Ja, heeft u daar al van dat soort mensen vragen binnengekregen?
Ik heb één klant waar ik een SBI-code staat die niet klopt. Tenminste, die niet in de lijst zit. En die er eigenlijk wel recht op zou hebben. Ja, daar het formulier op ingevuld. Mag u zeggen wat voor soort onderneming dat is? Gewoon een middenstand, een winkel in Kampen. Ja. Ja, nou begonnen we dit gesprek eigenlijk met dat het hartstikke druk is op dit moment voor een accountantsbureau als dat van u. Mogen we eigenlijk u zien als een bedrijf dat eigenlijk wel profiteert van deze omstandigheden? Wat in ieder geval wel bij vaart, laat ik het zo zeggen. In zoverre, wij varen er wel bij. We hebben genoeg werk. Maar als mijn klanten straks omvallen omdat alles failliet gaat en ze betalen mijn uren niet, dan heb ik het heel druk gehad, maar weinig verdiend. Nee, daar bent u wel een beetje bang voor. Ja, er zijn een aantal die gewoon risicofactoren zijn. Veel mensen zitten met vragen. Stuurt u nu ook een nieuwsbrief rond of zo? Of e-mailtjes met meer informatie? Niet veel. Wij hebben er tot op heden eentje pas gestuurd. Waarschijnlijk zal er volgende week nog eentje uitgaan vanwege de nieuwe regeling voor de compensatie voor personeel. Maar er worden zoveel informatie wordt er rondgestuurd, of door de eigen branchevereniging, of door de Belastingdienst, of door de Kamer van Koophandel, of andere brancheorganisaties, dat men al overspoeld wordt met mailtjes. Ja. En daarom heb ik gewoon gezegd van, dat doen we niet. Ja. Niet te veel. Kunt u mensen nou ook geruststellen? Of is dat toch moeilijk in deze tijd? Ja, hoe ver kun je iemand geruststellen? Kijk, laten we hopen dat het maximaal 2-3 maanden gaat duren. En dat daarna alles weer een beetje rustig aangaat. En als mensen het buffer genoeg hebben om die 2-3 maanden te kunnen overleven, dan is er geen probleem. Ja. Nou, er zijn ook sectoren die gewoon doordraaien. Laat het heel duidelijk zijn. Ja, welke sectoren dan bijvoorbeeld? De bouw draait op dit moment nog helemaal door. De akkerbouw. De landbouwers zijn gewoon heel druk met hun land bezig. En om te zorgen dat de spullen weer de grond in komen. Ja. Het zijn in ieder geval voorlopig nog wel heel veel zware tijden voor mensen in de horeca. Mensen in het midden- en kleinbedrijf. U begeleidt ze daar in ieder geval een beetje mee. Dat is heel fijn om te weten. Dank u wel dat u even tijd voor ons had. Richard Machielsen van accountantskantoor RM in Emmeloord. Dank u wel.